Een bruidsboeket moet voldoen aan een goede techniek. Vaak is het zo dat een bruidsboeket aan het einde van het feest wordt weggegooid. Dus moet goed stevig zijn. Ik ga een bruidsboeket maken op Oasis. Deze vorm heet microphone. We gaan beginnen met het omwikkelen van caoutchouc. Ik heb er alvast eentje voorbereid. En je begint bovenaan door de caoutchouc een klein beetje uit te rekken. Begin je bovenaan. Er zit een rand, dus daar blijft het ook mooi op hangen. Goed stevig aantrekken. En dit doe ik eigenlijk zodat ik straks weet dat de materialen die ik erop ga gebruiken niet weg zullen glippen. Je draait hem door naar beneden. En door de warmte van je vingers kan je hem dus op een gegeven moment lostrekken. Even goed aandraaien. En dan heb je het geheel dus helemaal omwikkeld. Dan ga ik staalgras gebruiken. Oppassen voor je handen, het is erg scherp soms aan de zijkanten. En dit staalgras, die ga ik aan de onderkant van de microfoon plaatsen. Is er bijvoorbeeld een zeer lange bruid, dan kan je het staalgras lang laten. En zoals ik ben niet zo heel erg groot, zou ik hem zeker een stukje korter maken, zodat hij niet over de grond sleept. Ik knip het staalgras een klein beetje op lengte. En door de dubbele laag is het ideaal om nu mijn staalgras aan de onderkant erin te steken. Niet te diep, omdat ik straks ook nog andere materialen erin wil steken. En niet de bedoeling is dat het aan de bovenkant er weer uitkomt. Deze rand steek ik helemaal vol. En ik camoufleer dus eigenlijk het hele handvat. Door het geheel goed bij elkaar te houden, maak ik gebruik van het papierdraad. Ik neem hem dubbel. Dus ik leg de draad langs elkaar. En ik zet hem op twee plaatsen vast. Eenmaal bovenaan. Goed aandraaien. Het ideale van het papierdraad is dat er dus draad in zit. En de papier zorgt ervoor dus dat de bloemen of de grassen niet beschadigen. Dit is de onderkant van de microfoon. Dus daar zal ik dus ook mijn tweede draad plaatsen. En het caoutchouc wat daar weer onder zit, zorgt ervoor dus dat het geheel niet zich gaat verplaatsen. De handeling met het staalgras is gedaan. De volgende stap is het flexigras. Het is een fantastisch product waar ik erg veel mee werk. Het is flexibel, de naam zegt het eigenlijk al. Dus ik ga een soort van vlechtconstructie maken met flexigras. Dus ik steek mijn flexigras ongeveer een centimeter in de oasis op de rand van de microfoon. Dus de middelste rand. Ik maak een soort van spinnenweb. Je gaat dus helemaal rond totdat je dus bij de eerste bent waar je begonnen bent. Zorg dat je goed diep wegsteekt. Dus een centimeter ongeveer. Ik plaats het geel een klein beetje op de tafel. En ik ga beginnen met te vlechten. Ik maak een zigzag beweging met de uiteinden van het gras. Dus ik ga om en om. Soms om de twee, soms om één. En ik begin dicht in het hart en ga steeds wijder uit. En dat doe je dus eigenlijk met al de grassen. En ideaal voor kalla's.
Sant Theresia's. Iets deftiger. Uiteindes steek je iedere keer in de oasis. Dus ik check goed of die mooi rond is. De microfoon afwerken met blad. Ik heb gekozen voor Galaxy. Dus mooi, fris, hard blad. Deze snij ik allemaal aan. Hou de steeltjes niet te lang, zodat ik nog genoeg ruimte overhoud voor de rest van mijn bloemen. En dan is het mooi om de Galaxy-bladeren met de goede kant, dus niet de onderkant, maar de goede kant tegen de flexigras aan te doen. Goed diep wegsteken. En nou is hij helemaal mooi netjes afgewerkt. Dit is een anjertje. Dit is een groen anjertje. En prachtig in combinatie met de kalla's. En die ga ik heel kort wegsteken. Daar ga ik een bolletje van creëren. En dan een frame met kalla's. Ik begin met de buitenste rand. En werk dan door naar binnen. Zorg dat die niet helemaal dicht tegen elkaar aan zitten, bolletjes. Zodat je straks voldoende ruimte overhoudt voor de kalla's. Een mooi rond bolletje. Ook prachtig met bessen, maar deze combinatie met wit vond ik erg mooi. Dan ga ik verder met de kalla's. Ook weer belangrijk dat ze dus goed schuin aangesneden worden. En voordat ik dat doe, maak ik de kalla's een klein beetje flexibel. En dat doe ik eigenlijk door mijn vinger in de steel te drukken. Doe het voorzichtig, zodat ze niet breken. En zo zijn ze dus flexibel. Schuin aansnijden. Tussen de anjertjes plaatsen. Goed diep wegsteken, dat hij zeker een centimeter erin zit. En door het gebruik van het gras is het dus nu heel makkelijk om de kalla te leiden. En bijvoorbeeld weer naar boven. En de volgende. In het hart. En dan ga ik bijvoorbeeld bovenlangs. Ik pak weer een van de flexiegrassen. En deze gaan eigenlijk kriskras door het hele boeket. Tuurlijk kan je het één bepaalde richting op laten leiden. Maar ik kies voor alles door elkaar. Als laatste wil ik eigenlijk nog wel één materiaal toevoegen. Dat is de Diplocyclos. Dat is dit materiaal. Ik steek hem wel in oasis. Ik wil er tussendoor. Dan naar de andere kant. Dan ga ik het geheel afwikkelen met lint. Heb ik gekozen voor lint met ijzerdraad aan de uiteinden. En ik begin bovenaan. Goed strak. Zodat hij niet weg kan glippen. Hou je een klein stukje over. En het laatste gedeelte, die vouw ik naar binnen toe. En dat werk ik netjes af met een speldje. Zorg dat hij omhoog zit en dat de bruid het niet in de handen krijgt. Zo. En dan heb je dus een mooi zacht handvat. Dit boeket erg geschikt, bijvoorbeeld voor de moderne bruid of de trendy bruid. Ik vind het niet zozeer een klassiek boeket. Vrij eenvoudig, mooi, bij een jurk die niet al te druk is.